Ik neem jullie terug naar Pokémon Red, Blue en misschien een beetje Yellow. Waar Mewtwo alles was. Yuck. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Unbox Stuff. Zo ga ik het nou maar noemen. Ik heb voor jullie hier Shining Legends Mewtwo, de pinbox. En ja, zoals jullie al bij de intro hoorden, ik ben geen fan van Mewtwo, want alles moet Mewtwo zijn. Mewtwo is zo awesome. Walalala. Sorry, Mewtwo is een clone. Mewtwo is een wannabe. De enige Pokémon die boeit is Mew. Maar ja, je hebt natuurlijk ook heel erg veel Mewtwo fans. En ik kan het jullie niet kwalijk nemen als jullie heel erg grote fans zijn van Mewtwo. Daarvoor maak ik ook deze video. Dus ik zal proberen een beetje positief te zijn voor ons Mewtwo. Want anders komt hij waarschijnlijk mijn huis bombarderen. Weet ik het allemaal nog meer, maar daar ben ik bang voor. Want ik heb Umbreon bij me, dus dat komt helemaal. Serieus, ik heb hier een Umbreon, daar een Umbreon, ik heb hier nog een Umbreon zitten. Alles is Umbreon. Zelfs Eevee die heeft een Umbreon cape. Dus dat is absoluut geen enkel probleem. Maar goed. En zoals bij... Ja, heb ik gezien. Zelfs bij elke pindo zit er dus een hele leuke pin bij, maar dus ook een hele leuke promokaart. En dan gaan we zeker even bij kijken, want we krijgen ook weer 3 pakjes van de Shining Legends. En ik zie hier heel eventjes de andere kant. Zo, helemaal goed. Die leg ik heel eventjes zo. 3 pakjes, die leg ik heel eventjes apart. Laten we eerst heel eventjes gaan kijken naar de promokaart. De promokaart is dus van een Mewtwo. Goh. Wat een verrassing. Mewtwo 120 HP, pressure, waardoor dat hij 20 defense heeft. Dus elke attack die hij krijgt zal 20 schade minder doen. En Super Psybolt voor 100 damage. Beetje als de Lugia kaart. Het enige verschil is, Lugia deed maar 60, deze doet 100. Lugia kon 120 doen op in de EX, deze doet gewoon 100. Maakt niet uit hoe, deze doet gewoon 100. En is heel erg defensive. Dus op zich eigenlijk best wel een hele goede kaart. Want het is gewoon een basic, er hoeft maar 3 energie onder en je kunt aanvallen. Plus hij kan heel erg tijd trekken in verband met hij is defensive. Dus zeker een hele goede kaart. Ik vind het echt niet prettig dat ik zo positief over Mewtwo moet gaan praten. Maar het wordt mij verplicht door René Coach. Nou ja, niet echt, maar ik vind het wel een beetje belangrijk voor de Mewtwo fans die natuurlijk naar mijn video's kijken. Nou, de Mewtwo pin, die staat er echt zo bij van... Sup. Sup. Ja man. Ik moet zeggen, ik heb pas geleden weer de eerste Pokémon film zitten te kijken. En dat vond ik eigenlijk best wel grappig. Maar aan de andere kant een beetje zinloos. Omdat spoilers van de eerste film die bijna 20 jaar geleden is uitgekomen. 1998. Het is allemaal een droom. Want Mewtwo wipt de geheugens van iedereen op het einde. Dus een beetje zinloze film als je het mij vraagt. Mewtwo heeft een les geleerd. Leuk voor Mewtwo. Is leuk als niemand er meer herinnert. Er zit wel heel veel Vaporeon in trouwens, dus op zich is het niet zo verkeerd. Maar goed, we gaan gewoon naar dit pakje. Dus, heb je het helemaal gezien? Serieus, staat een review op mijn kanaal. Klik op die review als je het wilt zien. Het is alleen maar ik die just praat over die film. Het ergste vind ik... Ik heb de film gezien. Ik weet hoe dat die film gaat. Ik weet van alles. Nee, het ligt goed, het ligt goed. Want dat is namelijk de dinges, dus die mag hier blijven liggen. Dus het is niet erg. Ik heb technicus bij vandaag, dus... Altijd leuk, mensen in de studio. En bijna een tackle naar Umbreon, tot zo in één keer een Umbreon de camera in vloog. Ga jij nou opruimen? Dat hoeft niet. Dan is het goed. Anyway, we hebben fighting energie. Electrode. Floatzel. Arbok. Shroomish. Quillfish. Stunfish. Pabasa. Golett. Een reverse holo Scoobop. Hartstikke leuk. En Raikou, dit doet me denken aan toen wij met de Mew begonnen, want daar begonnen wij dus daar ook al mee. Hoera, hoera, wat leuk, wat leuk. Oftewel, vinden we nou weer een Mew? Vind ik helemaal niet erg. We hebben Mewtwo hebben we al, dus Mew hoeven we niet te vinden. Dus het leuke trouwens is, in elke pakje van Shining Legends, daar heb je dus altijd een holo-rare of een GX. Dus... Je hebt altijd holo rare of GX, je hebt geen regular rare. Dat bestaat niet in Shining Legends. Maar goed, we hebben hier Venusaur, zie ik hier. Ik zie Incineroar, ik zie de Pokémon Catcher, ik zie een Ivysaur. En ik heb jeuk aan mijn neus, maar ik ben al bezig met een unboxing, dus ik kan daar niet krabben. Dat is best wel vervelend. Dus Reverse Holo, Arbok en... Latios! Dat is zeker nice. Latios, die mag er zeker bij. Dus dat vind ik helemaal niet erg. Waarom niet? Dus, waarom hebben we de
eigenlijk niet in beeld gegooid. Oeh, stoute ik. Oeh, stoute ik. Ik hoor boze ronden zoals wat. Hoe durft dit daar? Oh, baas erop, hè. Goed, geen pakje. Maar... Even een even knal. Zo. We hebben nog niet echt iets waarvan ik zeg... Nou... Dus editor gooit spannende muziek in mijn weg. Ik weet niet of jullie dat vliegtuig horen, maar dat breekt die spannende muziek in. Oh. Vliegtuig! Oké. Heel spannend. Leuk, hè? Knisterende geluidjes. Een van de leukste dingen. Ook hoe nieuwe kaarten ruiken. De geur van de nieuwe kaart. Goed. Welke zou ik eigenlijk... Laten we kijken of we de Raichu GX kunnen pakken. Nou, nee, stop nou eens met kriebelen. We hebben veel tijd voor energie. Het is wel voor alligator. Dankjewel, buurman. Spanning. Voor corona. Torkoal. Minum. Ik heb het een beetje verpest, zo. Shroomish. Reverse Hollow Venusaur. En Marsha. Moet mond houden. Weet niks van Marshadow. Ik ken geen Marshadow. Nooit gezien, nooit van gehoord van Marshadow. Ja, Marshadow vindt Gregory zeker heel erg leuk. Kent hij eigenlijk? Let loose. When you play this Pokémon from your hand to your bench during your turn, you may have each player shuffle their hand into the deck and draw 4 cards. And Shadow Punch. If the attack damage isn't affected by resistance, and do that. Let loose is eigenlijk best wel gemeen. Want je kunt hem dus van je hand in je bench stoppen. En dan mag je dus je hand weer in je deck schudden. En dan mag je dus 4 kaarten. Bij je tegenstander moet het ook een beetje red card effect op allebei. Dus zeker een hele mooie kaart. Maar ik had eigenlijk wel een beetje gehoopt op de Alolan Raichu. Of Raichu GX. Volgens mij was Raichu GX. Ik denk dat Raichu GX was. Maar goed. In ieder geval. Dat was dus deze unboxing van de Mewtwo kaart. En ik ga daar echt heel eventjes. Nee, ik wil nog niet dienst in deze video. Ik vind de Mewtwo, hij is leuk. Het is zeker een leuke kaart. Dus zoek je die in je verzameling. Ze hebben er een hele leuke pin bij. Dus ik zou zeggen, zeker een leuke aanrader. En met dat gezegd hebben, dank ik jullie naar het kijken van deze video. Dus hebben jullie dan laat een like achter. Want ik had jullie beloofd dat ik in deze video iets heel anders zou gaan doen. Ik krijg namelijk nogal heel erg vaak van, wanneer komt er weer een FAQ? Weet je wel, zo. Wanneer ga je weer vragen beantwoorden? En ik vind het heel erg saai om gewoon een hele rits van vragen voor een camera. Dat en dat. Dus wat ik ga doen is bij elke video, heb je een vraag aan mij, laat het weten in de reacties. En in de volgende video doe ik dan, of een comment, nee, ik doe in de volgende video, doe ik dan jouw comment beantwoorden. Dus heb je een vraag, plaats het in de comments en ik antwoord misschien wel jouw vraag. Dus... ik denk dat dat wel leuk is. Het is een beetje een experiment, maar ik ga het gewoon proberen. Met dat gezegd hebben, dankjewel voor het kijken. Laat een like als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En hoop jullie allemaal te zien in de volgende video. Niet vergeten, hè. Pik ik jouw comment er wel uit. Tot dan. Doei! Dat is graag.